En we zijn vertrokken met 25 minuten op de klok en aansluitend 10 finale rondes. Heerlijke dampende muziek eronder. Maestro Muziek. En dan komt Jan-Willem van Schip. Jan-Willem van Schip en dan is daar natuurlijk Heine. Heine wil voorbij aan Van Schip. Heine wil voorbij aan Van Schip. Komt Van Schip er nog bij? Nee, ik denk het niet. Avatar zie je winnaar! Iedere aflossing moet kloppen. Het wordt Spanje tegen Nederland. Mora en de wereldkampioen Juri Havik. Mora en Havik. Mora en Havik. Havik! Dan gaan we verder met het volgende onderdeel. En waarmee gaan we een vervolg krijgen voor de eerste maal in deze woningzichtsdaagse. De Women's Elite Squash. Juliette Eickhoff, brandwachten dan met de reactie, maar die komt te laat, die komt te laat. Het is inderdaad hier voor Juliette Eickhoff. En dan gaan we weer naar de bel voor de laatste ronde. Maar Lafrijsen, die is te laat, die is te laat. Oh, of gaat hij nog halen? De lichtsprint van Luiks Gistel. Hij komt erop, hij komt ernaast, hij komt ernaast. Harry Lafrijsen. Het is hard werken, dames en heren, voor de drie koppels aan de leiding. Want daarachter hebben de koppels elkaar gewonnen. Die werken met elkaar samen, die geven niks cadeau. We gaan kijken, Bruno Vesters, het is... Oh, ik blijf eraf! Ik blijf eraf! Tempo gaat omhoog. Het heet niet voor niks tempo race. Hier zit Lafrijsen aan de leiding. Gaan we weer naar de bel voor de laatste ronde. Lafrijsen, maar Hoogland komt erbij. Wie pakt er eens in de kaart in? Is het Lafrijsen of Hoogland? Hoogland, wint! Hoppenzak achter Tibbel, maar ik denk dat Tibbel het gaat houden. Heel mooi, Tibbel, goed gedaan. De lijster na dag 1 bij de elite vrouwen. Juliette Eickhoff. Hier zijn... Namens Jodex natuurlijk Vincent Hoppenzak, Filip Heijnen.